Straks gaan we terug naar het interessante stuk van het plein waar de bar staat. Maar eerst zou ik graag twee mensen op het podium vragen voor een korte toespraak in verband met de opening van de nieuwe straten en dit plein hier. Mag ik eerst op het podium vragen onze schepen van openbare werken, Jana Rommel Opstalen. Burgemeester, schepenen, voorzitter van het OCMB, gemeenteraadsleden, OCMB-raadsleden en natuurlijk alle inwoners en toeristen van West-Enderbad. Van harte welkom op deze feestelijke opening. Toen ik hier deze week passeerde, was er een gezellige drukte op en rond het vernieuwde Otterlidplein. Kinderen leefden zich uit op het speelplein. En de wat ouderen gingen enthousiast op in het petankenspel. De nieuwe zitbanken werden dan weer gretig ingepalmd door inwoners, toeristen, die zichtbaar genoten van de stralende lentezon hier aan de kust. Het vernieuwde Otterlidplein heeft dus, mede dankzij de weergoden, duidelijk haar start niet gemist. En dit is slechts een begin.
Want het plein heeft alles om uit te groeien tot een kwaliteitsvolle ontmoetingsruimte voor jong en oud en tot een rust- en herkenningspunt vlakbij de Westense Zeedijk. De uitvalbasis voor toeristen om Westendebad te verkennen of om samen een dagje aan het strand door te brengen. De plaats ook voor inwoners om elkaar in een ongedwongen, gemoedelijke sfeer te ontmoeten. Voor de kapel waar wij daarnet verzameld hebben. Volledig door onze medewerkers werd dit onder handen genomen. Daardoor is de kapel nu veel toegankelijker en de omgeving een stuk aantrekkelijker. Een groen knus pleintje. Zowel het Otterlikplein als het pleintje zijn dus pareltjes van eigen makelij. Dames en heren, naast het vernieuwde Otterlikplein werden uiteraard ook een aantal belangrijke straten in het hartje van Westendebad aangepakt. Echt hier in Westendebad, maar we zijn nog niet aan ons eindpunt. Want momenteel zijn ook de werken in de Irislaan, Lusthuisjeslaan, Helmlaan, Scherpenlaan volop bezig. En er volgen er nog. Dit najaar worden ook de Flandrialaan en het tweede deel van de Distelaan aangepakt. We steken dus nog een tandje bij, zodat Westendebad straks echt een pareltje aan de kust wordt. Iets waar we allemaal samen trots op kunnen zijn. Goedenavond allemaal, dames en heren, beste collega's van het Schiepencollege, gemeenteraad, OCMW-raad, beste vrienden allemaal van Westendebad. We zijn blij dat jullie met zoveel hier aanwezig zijn om samen de opening, met ons samen de opening van dit pleintje en het pleintje ter hoogte van de Theresiakapel te vieren. Waarvoor dank dat jullie hier allemaal aanwezig zijn. Dames en heren, ik zou u graag even 115 jaar terug in de tijd willen meenemen. In 1896 was er een bepaalde persoon, een zekere Edouard Otley, het plein is naar hem genoemd, die hier op die plaats 6 hectare duinengrond heeft aangekocht. Dat is dus nog maar 115 jaar geleden. Met andere woorden, 3 generaties. 115 jaar geleden was er hier dus niks. Gewoon duinen, het strand, de zee. En de polders met de boeren met de patatjes. En voor de rest niks. Geen toeristen, geen appartementsgebouwen, geen villa's, geen straten, geen pleinen, niks. Als meneer Otley vandaag de dag opnieuw zou terugkomen, dan denk ik dat die man echt zou verschieten. Dat er hier gerealiseerd is, ook tijdens zijn leven trouwens, dat is fenomenaal. Maar ook de laatste jaren hebben we geprobeerd om de erfenis van Edouard Otley levendig te houden. We zijn begonnen aan de kant van het oosten van Westende met de heraanleg van het plein rondom Grand Hotel Bellevue. Ik denk dat dat heel mooi geslaagd is. Het hotel is opnieuw gerestaureerd en opnieuw in al zijn pracht en zijn praal hersteld. Aan de westzijde zijn we begonnen, of zijn we eindelijk klaar, vorig jaar, met de heraanleg van het plein Lacodam. Ook een heel bekende plaats vroeger in Westende. De hoofdplaats, het hart van Westende, de tennissite, is ook al aangepakt. U ziet dat allemaal voor u, ter hoogte van het priorijplein van de priorijlaan, de blauwe tennisvelden met de tribunes, allemaal prachtig opnieuw hersteld. En vandaag staan we hier, bij manier van spreken, op de geboorteplaats van Otley. En ik ben er ook als burgemeester heel fier dat we dit plein een prachtig en zeer modern uitzicht hebben gegeven. Eerder hadden we al het speelplein, daar aan de zuidkant, volledig gerestaureerd. Vandaag staan we hier en ik mag zeggen proficiat aan al diegenen die hierachter hun schouders hebben gestoken. Zeer hartelijk proficiat. Dames en heren, maar we mogen natuurlijk niet stoppen met pleinen aan te leggen en straten.
Er is meer dan dat. We moeten ook denken aan de toekomst. Niet alleen aan het verleden. En de toekomst, dat betekent ook de jeugd. Vandaar dat we hopelijk heel binnenkort, binnen enkele maanden, het ultramodern watersportcentrum zullen mogen openen aan het strand van Sint-Laurens. Waar we gaan deze zomer al een voorproevertje geven. En het Schepencollege heeft op voordracht of op voorstel van Schepen van Toerisme Johnny De Vijn beslist dat er dit jaar al een volledige openluchtkliminfrastructuur zal opgericht worden vlak naast het toekomstige watersportcentrum. Dat zal binnenkort opgericht worden, zal daar voor enkele maanden opgesteld staan en een heel mooie attractie zijn voor onze gemeente. We hadden in het verleden al zomerhit kunnen binnenhalen. Wel nu, wij hebben de toezegging gekregen van Radio 2 dat wij opnieuw een zomerhit mogen verwelkomen, maar in een heel mooiere en betere formule. De zomerhit zal dit jaar als volgt eruit zien. Er komen 7 uitzendingen op televisie vanuit alle grote Vlaamse steden van het Vlaamse land. En de 8e uitzending, rechtstreeks op televisie, zal uitgezonden worden vanuit het hart van Westende dorp. De finale dus. Het zal dus opgebouwd worden in de zin dat het tot de finale komt. En de finale zal dus doorgaan in Westende dorp. Het spreekt vanzelf dat dit een gigantische reclame zal zijn. Dat zal concreet betekenen dat er dus weken, maanden, dagen aan elkaar zal gesproken worden over die dag van de finale, dat er daar veel publiciteit zal over gemaakt worden en dat uiteindelijk bij hier de finale zullen mogen verwelkomen met, en dat is voor de eerste keer, rechtstreeks de televisierechten. Dus ik denk dat wij alle proeven in huis hebben om een zeer succesvolle en mooie zomer tegemoet te gaan. De straten zijn in orde, de pleinen zijn in orde, er wacht ons nog een mooi watersportcentrum. Er zijn 2 topactiviteiten aangekondigd. Ik wens namens het gemeentebestuur van Groot-Middelkerke aan Westende een hele mooie en vooral zonnige 2011 toe. Dank u wel. Bonsoir. Hier naast Bring It On Home. Thank you.